Marietje Schaken is kandidaatlijsttrekker voor D66 voor het Europees Parlement. Ik zit hier met Marietje Schaken en ik ken haar eigenlijk nauwelijks. Maar ik was wel geïnteresseerd in haar. En ik wilde eigenlijk vooral eens weten wat D66 nou voor ideeën heeft. En wat zij eigenlijk in het Europees Parlement doet. Dus in de komende tijd ga ik een beetje ontdekken wie zij is. Waar ze welke standpunten ze heeft. Met wie ze werkt. En eigenlijk wat haar plannen zijn voor het Europees Parlement. Maar dat gaan we heel rustig doen. Dat gaan we gewoon opbouwen. Dus ik ga eerst eens even praten met haar over wie ze nou eigenlijk zelf is. Hoe dat Europees Parlement nou eigenlijk werkt en wat voor ideeën zij heeft voor het Europees Parlement en waarom ze eigenlijk lijsttrekker wil worden. Marietje, leuk om jou te spreken vanuit Nantucket, Amerika, waar de 0,1% zit. Hoe is het nu in Nederland op dit ogenblik? Nou, je kan het natuurlijk niet zien, maar het is hier echt 35 graden of warmer, dus ik smelt bijna. Maar ik hoop dat je dat niet ziet vanuit je koffietentje daar in Nantucket, maar het is hier echt warmer dan het ooit geweest. Kijk, heerlijk het omdraaien van de situatie. Nou, vertel eens even over waar jij vandaan komt. Wat voor nest kom jij uit? Wie ben jij eigenlijk en waar kom je vandaan? Ik kom uit Leiden. Ik ben de oudste van 3 kinderen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. En ik heb in Den Haag op het Montessori Lyceum gezeten. Ik heb daarna een jaar in Amerika, in Ohio, gestudeerd. Dus in Trumpland, hè, zou je kunnen zeggen. En ben daarna naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. Waar ik begon met sociologie, maar later Amerikanistiek en nieuwe media. Dat zal je aanspreken, hoop ik. Heb gestudeerd om verder te blijven kijken naar hoe die technologie onze samenleving nu beïnvloedt. En ik heb een tijdje als zelfstandig ondernemer gewerkt en ben eigenlijk relatief snel en ook tot mijn eigen verrassing in het Europees Parlement terechtgekomen. En ik ben nu Europarlementariër en dat doe ik met heel erg veel plezier. Ja, dus dat is in ieder geval in grote stappen door. Hey, je bent met social media begonnen en dat was echt... Welk jaar was dat, dat je die studie had, dat die er überhaupt was? Ja, het was het eerste jaar van nieuwe media als studie. Dus, wat zal het zijn geweest? 2002, 2003 zo? Ja, en 2007, Twitter kwam in 2007, dus dat was echt gewoon van... En veel later kwam Facebook. Wat leerde je toen daar op die studie? Het ging eigenlijk heel erg over het snijvlak van globalisering en de technologische ontwikkelingen. Dus je moest ook software coderen, maar we hadden ook les van gastdocenten als Naomi Klein en andere denkers over hoe die globalisering mensen aan de ene kant kon verbinden, maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld de macht van de grote bedrijven zou doen versterken, hoe grenzen weg zouden gaan. Dus het was echt een prille studie in... hoe die globalisering onze maatschappij en hoe die technologie onze maatschappij zou veranderen. En het was fascinerend, ook leuk, bijvoorbeeld een docent als Rob Kranenburg kom ik nu nog wel eens tegen. Die is bezig met een project Next Generation Internet en dan heb ik vroeger les van hem gehad. Dus het is grappig hoe iedereen elkaar altijd weer tegenkomt. Ja, het is een kleine wereld en op een gegeven moment het gedachtegoed wat je dan ontwikkelt, merk je ook van dat later ook weer gewoon terugkomt. En dan inderdaad, als je zo ziet, zo van Cambridge Analytica, zo'n horrorscenario. Dat soort dingen, dat zijn toen ook gewoon al lang verzonnen. Dat soort dingen zou kunnen gebeuren, maar dan zie je het gewoon 15 jaar later, zie je het ook echt gebeuren. Hey, en wat voor een type was jij op school? Was jij een net iemand die gewoon netjes de regels volgde? Of was jij gewoon, ging je heel erg je eigen weg? Of was je een rebel? Of was jij... Aan de andere kant een geweldige leerling die overal doorheen fietste. Nou, ik zat op een Montessori school en daar was iedereen eigenlijk heel erg zichzelf. Was wel een mooie mix van mensen. Skaters, kakkers, punkers. Mocht allemaal gewoon lekker door elkaar. Dus daar heb ik wel een heel erg open blik op de wereld aan overgehouden. Maar ik was zelf en ben tot op zekere hoogte nog steeds best verlegen. Zeker op de middelbare school. En ik was inderdaad een brave leerling. Ik deed best mijn huiswerk. Maar ik probeerde ook te kijken of ik andere mensen een beetje kon helpen. Dat heeft er altijd al ingezeten. Dus ik denk dat ik een relatief saaie scholier was. Nou, in ieder geval wel iemand waar ik dan heen ging om op een gegeven moment te zeggen... Hey, mag ik even jouw aantekeningen zien? Want dat deed ik inderdaad dan nooit. En er waren er sommigen die echt gewoon heel goed hun werk deden. Hey, sociologie is een geweldige studie. Hè? Je leert alles. Je leert een heel klein beetje over alles. Het is echt een heerlijke brede studie. Ik heb politicologie gedaan. En, maar op een gegeven moment ben je Amerikanologie genoemd. Hoe kwam je op dat... je hebt natuurlijk een jaar in Amerika gestudeerd. Hoe kwam dat op een gegeven moment naar voren? En wat heb je daar nou eigenlijk aan overgehouden? Nou, weet je, sociologie is inderdaad echt een fascinerende studie. Maar ik miste een beetje de praktijk. Dus er wordt altijd gezegd... een goede socioloog moet empirisch onderzoek doen. Moet zich begeven onder de mensen die bestudeert.
En misschien was ik te ongeduldig, maar dat zag ik niet terug in het eerste jaar van mijn studie. Dus toen dacht ik, ja, het is leuk om het erover te hebben, maar ik wil het liever dan ook doen. En ik vond sowieso best een beetje een periode van zoeken, hè? Zo die eerste studiejaren. Ik was heel erg enthousiast over mijn tijd op een Amerikaanse universiteit. En dan kwam ik terug in Amsterdam, waar veel minder lesuren waren en waar ik echt mijn draai een beetje moest vinden. Het was moeilijk om een huis te vinden. Moest hard werken om wat bij te verdienen in een kroeg. Ik deed vrijwilligerswerk. Dus het was echt een beetje zoeken naar, ja, waar kan ik nou al mijn interesses kwijt en waar kan ik leren over welke keuzes bij mij passen. En ik ben toen eigenlijk van sociologie naar Amerikanistiek gegaan, omdat ik zeker wist dat Amerika me fascineerde. En dat blijkt ook eindeloos fascinerend zien we alleen al nu met de vreselijke tijden waarin we zitten. Maar ja, ik vond dat er bij Amerikanistiek en ook bij nieuwe media met ontzettend veel persoonlijke belangstelling en enthousiasme werd lesgegeven. Ja, dat is ook natuurlijk super interessant. En ik zie, je hebt een fellowship van de United States House of Representatives gekregen. Wat heb je daar dan gedaan? En ook nog International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. Nou, dat zijn natuurlijk twee geweldige plekken om rond te kijken. Vertel daar even iets over. Ja, dat was ook echt geweldig. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Ik studeerde en toen kon ik inderdaad een fellowship doen bij het Joegoslavië-tribunaal in het kantoor van de aanklager. Dus dat moet je zien als een leerplek waar ik ook best heftig heel veel materiaal selecteerde en ordende eigenlijk. Wat gebruikt werd om in rechtszaken bewijs te leveren. En dus dat was echt oorlogsmisdaden. En alle bewijzen wat daarvoor was uit de voormalige Joegoslavische republieken door te zoeken en te kijken waar dat bij hoorde. Dus bij welk dorp, bij welke zaak, bij welke verdachte. En nou ja, dan leer je natuurlijk ook wel heel veel over de brute gevolgen van een burgeroorlog en hoe dun het laagje vernis van beschaving soms kan zijn, ook op 2 uur vliegen van Amsterdam. En nou, dat heeft wel diepe impact gemaakt. Ik was altijd wel veel bezig met rechtvaardigheid en het idee van verantwoordelijkheid voor het welzijn van iedereen en het voorkomen van conflicten. Maar ja, bij dat Joegoslavië-tribunaal is het hele idee van hoe vreselijk oorlog is diep binnengekomen. En ik heb ook bewijs gezien van mensen uit hetzelfde voetbalteam die jarenlang samen voetbalden op zaterdag en dan uiteindelijk dat de een kampbeul werd en de ander gemarteld werd in dat kamp. Echt absurde situaties die dan ineens heel menselijk laten zien hoe walgelijk zo'n oorlog is. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Ook geleerd hoe moeilijk het is om daarna weer vrede en een gevoel van rechtvaardigheid te krijgen. Hoe log de VN kan zijn, dat frustreerde me ook enorm. Dus ja, veel van geleerd. En daarna kon ik ook op een fellowship in het Huis van Afgevaardigden in Amerika. Was natuurlijk een unieke kans, ook zeker voor iemand die Amerikanistiek studeerde. En dat was een plek die werd mogelijk gemaakt door een lid van het Amerikaanse congres. Hij is helaas overleden, Tom Lantos, die in Hongarije was geboren als Joods jongetje. En met behulp van een Zweedse diplomaat, Raoul Wallenberg, naar Amerika was gevlucht toen de Jodenvervolging in Europa huis hield. En hij had altijd nog een heel sterk gevoel voor die transatlantische relatie, maar ook voor een gevoel van rechtvaardigheid. Dus hij nodigde per jaar 10 Europese studenten uit om op Capitol Hill in het Huis van Afgevaardigden te leren. Nou, en ik heb echt ongelooflijk veel geleerd van die man, van die tijd. Want hij nam ons ook altijd mee naar de meest waanzinnige plekken. Lezingen van Nelson Mandela, Vaclav Havel, Hillary Clinton, Barack Obama was toen nog senator. Dus je kon daar alles van dichtbij zien. En ik werkte daar vooral aan mensenrechten en internationale betrekkingen. Dus ja, ik heb daar ook heel veel geleerd over hoe een parlement van binnen werkt. En ik denk dat die ervaring me ook heeft geholpen bij uiteindelijk Europarlementariër worden. Ja, nou, ik heb in ieder geval uit dat Joegoslavië-tribunaal dat ik toen heb gevolgd, eigenlijk gewoon überhaupt die hele oorlog in Joegoslavië, heb ik één ding aan overgehouden. Het is heel goed als politiek saai is. Het is heel goed als mensen eindeloos met elkaar praten en eindeloos details met elkaar afstemmen en dat je echt denkt van het is gewoon niet uit te houden hoe boring het is. Want op het moment dat politiek spektakel wordt en fantastisch en geweldig om naar te kijken, zoals vandaag Trump, ik bedoel elke keer weer, ik sta weer op en ik zit weer
naar een tweet van Iran te kijken en zo. Van, die man die maakt echt een ongelooflijk spektakel. Het is super slecht voor politiek. Het leidt tot allerlei ongelooflijke diepe verdelingen in de samenleving. En die verdeling in de samenleving, had je die toen ook al in 2007? Want ik heb toen in 96 heb ik in Amerika 5 jaar gewoond. En daar was al gewoon, de Republikeinen en de Democraten waren zo tot op het bot verdeeld. Terwijl ze het eigenlijk helemaal niet zo ontzettend ver van elkaar afstonden. Ik denk, dat kan niet erger zijn. Maar jij bent er toen 10 jaar later heen gegaan. En nu is het nog erger. Had je die verdeeldheid, zag je die toen ook al zo daar? Nou, ik zat er in 2005 en toen vond men het ook wel erger dan het ooit geweest was. Weet je, de verdeeldheid, de polarization en de partisanship. Maar als je nu terugkijkt naar die tijd, was het een soort walhalla van samenwerking. Je zag toen dat er nog veel meer ruimte was om, zoals het heette, over het gangpad, across the aisle, met elkaar te werken. En nu is dat eigenlijk al bijna onmogelijk en is het idee dat iemand van de andere partij iets wil soms reden genoeg om het überhaupt niet meer te willen. Dus het werd toen al erg gevonden, maar het is nu aanzienlijk veel verdeelder en met de ruggen naar elkaar toe in plaats van elkaar de hand reiken, helaas. Ja, als je nou even één sprongetje, we gaan straks uitgebreid over het Europees Parlement praten, maar even één sprong, hoe is de sfeer in het Europees Parlement? Is daar nog wel gewoon de sfeer van samen met elkaar dingen doen en over die aisle met elkaar werken? Ja, ik vind dat echt een van de belangrijkste observaties en lessen die ik heb geleerd in het Europees Parlement de afgelopen jaren is, omdat je natuurlijk ook geen vaste oppositie en regeringsconstructie hebt, moet iedereen met elkaar samenwerken. Want elke stem, elke steun voor een amendement, voor een verandering, voor een resultaat, moet vanaf de bodem af weer worden opgebouwd. Dus je kunt met iedereen samenwerken omdat je elkaar vroeger of later altijd wel weer ergens tegenkomt. Dus ik vind het een buitengewoon collegiale sfeer. En je ziet ook zeker dat er tussen mensen die op hetzelfde thema werken, ook al zijn ze het helemaal niet met elkaar eens, dat er gewoon een hele vriendelijke, open sfeer is over het algemeen. Dus ik vind dat heel prettig werken, ja. Ja, nou goed, ik moet even voor de orde moet ik even zeggen, ik ben een enorme fan dus van Europa. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En ook al is het saai en duurt het lang, dat dat oké is, dat dat prima is, dat hoort erbij. En dat is, dus dat ben blij te horen dat jij zegt dat er een collegiale sfeer is. En dat misschien dingen bureaucratisch zijn. Hè? Zo saai is het niet. Nee, misschien niet voor jou, maar voor ons wel. Ik bedoel, het is echt gewoon, als jij naar de debatten kijkt in de Europese parlement, weet je wel, het is misschien leuk om dan jou een statement te zien doen, maar als je ziet gewoon die debatten, hoe die mensen met elkaar praten en hoe langzaam het gaat en zo, dat is, het is geen spektakel. Je moet echt een beetje interesse hebben in het onderwerp en weten hoe belangrijk het is, maar het is absoluut niet. En je ziet ook gewoon hoeveel mensen eigenlijk naar de Europese parlementariërs kennen. Dat is gewoon bijna niks. Maar het is ook eigenlijk geen debat, helaas. Het zijn meer korte statements en dat maakt het ook minder dynamisch, eerlijk gezegd. Maar ja, de onderwerpen waar we mee bezig zijn en de veranderingen die we proberen te bewerkstelligen, die vind ik altijd heel wezenlijk. En ja, ook dat werk vind ik heel interessant, maar ik ben het met je eens dat die statements of zogenaamde debatten inderdaad niet heel erg dynamisch zijn. Nou, we gaan zo meteen proberen om ze wat leuker te maken, want het is echt super interessant en al die dingen. Even nog jouw werk als ondernemer, wat hield dat precies in? Ik had een eigen bedrijfje. Ik kon werken voor een grote burgerrechtenorganisatie in de Verenigde Staten. En die ging samen met de toenmalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland werken aan hoe de lessen van de Civil Rights Movement, dus de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, relevant konden zijn in Europa. Dus ook voor het hele diversiteitsdebat hier. Het is eigenlijk ongelooflijk, vind ik nog steeds tot op de dag van vandaag, dat er in Europa niet een collectieve burgerrechtenbeweging is, maar dat alle groeperingen van een minderheidsbelang of organisatie naast elkaar werken. Dus je hebt LHBTI-organisaties, je hebt moslimorganisaties, je hebt arbeidersorganisaties. En in Amerika is er meer dan in Europa een soort beeld van collectieve burgerrechten. En het was heel leuk om daaraan te werken. En in dat kader heb ik toen een eigen bedrijfje opgezet, omdat ik niet in de tijd van de regering Bush voor het State Department daaronder wilde vallen. Dus ik kon toen voor die burgerrechtenorganisatie samen met de ambassadeur in Nederland werken aan zijn project omtrent diversiteit. En later heb ik ook met bedrijven en culturele organisaties een aantal projecten gedaan over diversiteit, over stages, publieksdiplomatie.
van alles en nog wat. Dus het was heel leuk en creatief om zelfstandig ondernemer te zijn. Ja, ja. En wie was je grote opdrachtgever? Dat was dan die organisatie uit Amerika, zeg maar. Daar begon het mee. En later heb ik ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, Felix Meritus, culturele organisatie, samengewerkt met de Amerikaanse Kamer van Koophandel, Randstad, McKinsey, allerlei verschillende clubs. Oké, hartstikke mooi. Nou, oké, dus dat geeft een beetje een indruk. Laten we dan gaan over naar jouw politieke carrière. Want ja, eigenlijk ben je altijd al bezig geweest met de politiek. Hoe ben jij bij D66 terechtgekomen en hoe ben je uiteindelijk gevraagd voor dat parlement? Want meestal wordt dat vragen of zo. Dus vertel eens hoe dat proces ging. Nou, het was eigenlijk nog steeds als zelfstandig ondernemer dat ik veel in de Verenigde Staten was. In 2008 zo. En daar zag ik een enorme energie loskomen en een enorme dynamiek. Het was echt bijna alsof je het in de lucht voelde als een soort elektriciteit rondom de kandidatuur van Barack Obama. Want George W. Bush was voor velen, ook voor mij, een hele conservatieve en schadelijke president geweest. Denk aan de Irakoorlog en Guantanamo en allemaal ellendige beslissingen die de VS had genomen en waar ik het in elk geval helemaal niet mee eens was. En toen opeens kwam er beweging in de zaak en werd Barack Obama kandidaat. En wat hij deed was eigenlijk vanuit zijn ervaring als grassroots organizer, als burgerorganisator, was op nieuwe manieren campagne voeren, ook door technologie in te zetten. Dus hij draaide het eigenlijk om. Waar het Amerikaanse model heel erg gebaseerd was, eerst op grote fundraisers, mensen die heel veel geld gaven en heel veel invloed hadden, draaide hij het om en zei hij, iedereen die iets wil doen, of je nou cupcakes op straat wil verkopen of als boer je schuur wil verven met ons logo, doe mee, iedereen kan meedoen. En ik merkte heel erg dat mensen het gevoel hadden dat politiek weer over hen ging. En dat ze echt op een soort historisch moment stonden. Niet alleen omdat hij African American is, maar ook het terugpakken van de regie. Het actief willen deelnemen aan het democratisch proces. Dat was daar echt een bijna magische beweging, vond ik. Nou, en dan zag ik het contrast met Europa, waar het jaar daarna Europese verkiezingen zouden zijn. Ik meende dat daar behoorlijk wat op het spel stond, omdat rechtse partijen echt hun slag wilden gaan slaan in die verkiezingen in 2009. En tegelijkertijd zag ik om me heen bij young professionals en mensen die nog met hun studie bezig waren, een soort gelatenheid. Die dachten, ja, nou ja, die Europese verkiezingen, het zal allemaal wel. En ik vond het niet zo goed dat er dus aan de ene kant zoveel energie was en in onze eigen samenleving niet. Dus toen dacht ik, misschien kan ik eens kijken of ik, nou ja, met observaties die ik heb gedaan, ik heb ook nog een creatieve opleiding tussen mijn studie doorgedaan, of ik kan helpen. Dus toen heb ik contact gezocht met D66.